Brico. Een beetje van ons, zoveel van jezelf. Een muur herstellen. Tijdens een renovatie of alvorens te behangen of een muur te verven, komt het vaak voor dat we die muur eerst moeten herstellen. Gaten en scheuren van welke aard ook vragen om een passende oplossing. Een goede tip voor u begint. Tik met de steel van een werktuig of een groot potlood tegen het wandoppervlak. Als het hol klinkt, dan houdt de muurbekleding niet meer en moet ze van de muur afgehaald worden. Krap voorzichtig de oppervlakte in en om de gaten weg, zodat de stukken die niet meer aan de muur gehecht zijn, op de grond vallen. Ten slotte maken we ook van de gelegenheid gebruik om schroeven, nagels en pluggen te verwijderen. Ziezo, alles wat weg moest, is weg. Nu gaan we naar de fase van de herstelling. En we beginnen met de gaten. Een gat in de muur dichten. Hier is het gereedschap dat u nodig hebt. Een grote spatel, een kleine spatel, vulpasta, een schuurspons. Eerst moet de vulpasta gekneed worden. Als het mengsel goed homogeen is, is het klaar voor gebruik. We beginnen met een kleine spatel het gat te vullen met een flinke dosis vulmiddel. We moeten goed de omtrek van het gat vullen en iets meer in het midden, boven het niveau van de muur. We nemen het plamuurmes goed vast en maken de coating effen vanuit het midden naar de buitenste randen, totdat we een vlakke ondergrond krijgen. Indien nodig kunnen we met één of meerdere extra lagen de muur opnieuw plamuren. Laat de vulpasta drogen en als het zover is, goed nakijken of het oppervlak vlak is. Het is goed. Nu alleen nog maar schuren met een fijne schuurspons. Ziezo, het gat is gevuld. Maar er wachten ons nog andere tekortkomingen, zoals bijvoorbeeld deze smalle scheur. Een smalle scheur herstellen. Zie hier het gereedschap dat u nodig hebt. Werkhandschoenen, een kleine spatel, vulmiddel, een grote spatel, een kom, een kutter, zelfklevende glasvezelgaas. Stap 1. Maak de scheur open. Als de scheur te smal is, zal het niet mogelijk zijn ze met vulmiddel op te vullen. We moeten ze dus openmaken met een kutter. Een kleine tip, om risico's op kwetsuren te vermijden, steun met de hand op de muur. Stap 2. De glasvezelgaas aanbrengen. We gaan een klevend gaas gebruiken. Het is zelfklevend glasvezelgaas. Hij bestaat in meerdere maten. Het is niet nodig een brede te kiezen. Het volstaat om hem af te rollen en op de scheur te kleven. Stap 3. Het vulmiddel klaarmaken. Om het vulmiddel klaar te maken, hebt u vulmiddel, een mengkom, een spatel en water nodig. Doe het poeder in de kom en voeg er water bij. De juiste verhouding staat aangegeven op de verpakking. Vervolgens mengen met de spatel totdat u een gelijkmatige pasta bekomt. Stap 4. Het aanbrengen van het vulmiddel. Gebruik voldoende vulmiddel om de scheur volledig op te vullen. Als de scheur niet voldoende gevuld is, zal ze later weer tevoorschijn komen. Als dat gedaan is, moet men het zelfklevende glasvezelgaas volledig bedekken, zodat het onder het vulmiddel verdwijnt. Let op, aarzel niet om meerdere keren over het vulmiddel te strijken om een glad en effen oppervlak te verkrijgen. Laat geen hobbels. Een tip. Beëindig het werk met een grotere spatel, die het effect zal geven van nieuw stucadoorwerk. Het verkregen oppervlak zal ook veel gladder zijn. Alvorens te behangen of te verven, moet u wachten tot de pasta goed droog is. U kan dezelfde techniek gebruiken om een scheur in een hoek te herstellen. Het zijn dezelfde stappen. Een bijkomende tip? Bewerk één kant, laat drogen en werk vervolgens de andere kant verder af. Een andere mogelijkheid is een acrylaatkit te gebruiken om de hoeken te herstellen. De te verven acrylaatkit aanbrengen. Hier het gereedschap dat u nodig hebt. Een flexibel vulmiddel, een kleine spatel, acrylaatkit, een kitspuit en een kutter. Stap 1. Dicht de grootste gaten. De acrylaatkit zal niet houden als de gaten te breed of te diep zijn. Ze moeten dus eerst gevuld worden. Daarvoor gebruikt u een flexibel en licht vulmiddel. Breng het aan met een spatel. Een tip? Goed glad schrapen om een zo effen mogelijk oppervlak te bekomen. Nu alleen nog laten drogen. Stap 2. De te verven acrylaatkit aanbrengen. Kies een acrylaatkit die geverfd kan worden. Snij het opzetstuk schuin en niet recht af. Het is veel gemakkelijker het op deze manier met een schuin gehouden pistool aan te brengen dan loodrecht op de muur. Stap 3.
de naad effen maken. Als de acrylaatkit is aangebracht, moet de naad effen gemaakt worden. Druk ze daarom plat met een vinger. Niet bang zijn om goed aan te drukken om zo'n mooie compacte voeg te bekomen. Omdat het acrylaatkit is, beter een droge vinger gebruiken. Bij siliconenkit kan je je vinger nat maken. Als het klaar is, moet het alleen nog maar drogen, alvorens de eerste verflaag aan te brengen. Bij werken aan een muur blijf je met details bezig. De plinten bijvoorbeeld moeten dikwijls weer opgevoegd worden. Daarvoor kiest u best een naad van siliconen of acrylaatkit als u ze wenst te verven, zoals hier het geval is. Met een droge vinger maakt u de naad effen. Nu alleen nog laten drogen. Afwerking. Zorg er tenslotte voor dat de muur geen oneffenheden vertoont om dit soort van resultaat na behangen of verven te vermijden. Zie hier het gereedschap dat u nodig hebt. Een schuurblok, schuurpapier. Ideaal is te schuren in cirkeltjes. Vervolgens alles flink afstoffen. Als dat gedaan is, bent u klaar om de muur te behangen of opnieuw te verven. Maar dat is een ander verhaal.